Hallo allemaal en welkom bij een hele korte video op mijn kanaal. Omdat het er wat te maken heeft met mijn Minecraft. Ik ben gewoon even in de testwereld en ik ben gewoon wat leukers aan het bouwen. Zoals je ziet dit. En nu toevallig komt onder in mijn wereld, of in mijn wereld, in mijn beeld, Saving World. Dat heb ik al sinds de snapshot 20W18A last van. Dat blijft staan en dat ik dit probleem heb. Kisten gaan niet open. Dingen kunnen niet gedropt worden. Dingen worden niet geüpdate in de wereld totdat dat ding, totdat dat verdwijnt. En je ziet, dat blijft staan. Het is heel vervelend. Ook chunks laden niet echt lekker in. Zoals je ziet, het laadt niet snel. Laat ik het zo zeggen. Kijk, het is echt een probleem omdat er bijvoorbeeld daar nu Saving World staat. En ja, dit is een probleem. Omdat, Minecraft spelen wordt alsmaar lastiger, lijkt mij. Het kan zijn door mijn computer. Maar oh, zie je? Dat laden was er. Maar ik heb nog een probleem. Je zult wel zien dat er een verschil is in het laden van chunks. In dat hoekje. Ik weet niet wat het is. Dit is een 1.14 flat world. En het stopt gewoon letterlijk hier. Dit stopt. Het stopt. Ik weet niet wat ik er tegen kan doen. Ik weet niet hoe ver dit nog. Of dit echt voor altijd stopt. Maar dit is het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. 1.19 heeft mijn Minecraft als het ware echt flink zwak gemaakt. Waardoor mijn survival wereld laden ook echt wel eventjes duurt. Elke wereld laden duurt echt wel even. Is het omdat de game zo groot wordt dat de game moeilijk wordt om te laden? Oftewel dat mijn computer het niet aan kan. Ook gewoon hier zie je stop de chunks laden. Het gaat heel langzaam. Maar dit is allemaal 1.19 terrein. Dus daar ga ik vanuit. Al kan ik natuurlijk nergens kan ik dat zien. Maar ook, je zou zeggen, zien dat het een glitch of een glitch qua rendering. Nee, want ik kan letterlijk hieronder. Ik heb hier interactie mee. Zie je, ik kan ook nog dingen weggooien. Oftewel, ik ben niet in gebroken chunks. Dan gaan we in spectator mode eventjes verder kijken. Ik weet niet hoe ver dit doorgaat. Oh, hier kapt het weer af. Maar ook onderaan, op het laagste niveau, zit geen flatwereld. Die flatwereld is gewoon dood. Is gewoon weg. Hier laat het waarschijnlijk wel dat ik er weer in. Maar ik heb echt geen idee waarom dit zo is. Kijk, hier weer een village op de rand. Hier kapt hij volgens mij zelfs af. Of is het omdat de chunks er niet zijn ingeladen? Oh, nee. Het is echt gebroken. Maar waar ik het meeste eigenlijk aan verveel. Oh, wat de fuck was dat? Wat de fuck was dat? Wat zag ik voor? Geen. Oh, sorry jongens. Maar wat ik het meest vervelende vind is toch wel iets anders. Dat laat ik jullie ook even zien. We zijn bij de homescreen aangekomen. En dan als ik hierop klik. Single player. Loading world list. Dat kan wel tot 10 minuten duren voordat mijn eigen werelden tevoorschijn komen. Ik heb geen idee wat dit is. Ook op Atenos, een server site. Als ik daar in de snapshot 20W18A, toen die bug ook was, ik een structure opzocht of een groot command typte, sloeg de wereld vast. Na een tijdje kwam die wel weer op gang. Maar is dit het probleem van Minecraft of is het het probleem van mijn PC? Ook als ik een paar keer ook in. Dit was eerder nooit. Wordt de game zodanig groot dat het voor mijn PC te zwaar wordt of wat? Als iemand een idee heeft die dit kijkt en heeft een verklaring ervoor, please let me know. I need help. Ik weet niet hoe ik verder moet. Op de TTM Craft server, waar we natuurlijk mee begonnen zijn, gaat alles gewoon vlekkeloos. Maar dat is natuurlijk een server en niet mijn wereld of zo. Maar Atomos zit ook niet op mijn computer. Dat staat op een server via internet. Dus ik snap niet wat het was. Ik hoop dat dit gefixt wordt. Dat ik het kan fixen. En anders Minecraft, Mojang. I don't know. In ieder geval, dit was een korte video. Maar tot de volgende keer. Later, joe.